Interschool wenst u hele fijne feestdagen. Vanavond kerstmarkt op winkelcentrum De Vrijheid. Twee dames van het comité, die gaan we vragen van hoe het loopt vanavond. Ja, het is een gezellige avond. Veel animo en leuke dingen te doen. Een mooi koor, een mooi trio. Dit zingt. Drie jonge meiden, dus, leuk om te horen. Ja. Jullie hebben natuurlijk de voorbereidingen gedaan. Ja, zeker. Ja, het was van alles regelen en dat ging best goed eigenlijk. Ja. Is het het eerste jaar dat jullie het organiseren? We hebben het al een aantal jaren geleden gedaan. En ja, dat liep eigenlijk best heel goed. Vorig jaar hebben we helemaal niets gedaan. En we willen het eigenlijk nu weer oppakken. En we hopen dat het iets, iets groter wordt. Er zijn in ieder geval heel veel kramen. En niet alleen van de winkel, zag ik. Maar ook van buitenstaanders. Betekent wel dat het dus op zich natuurlijk wel animo is. Alleen het heeft even tijd nodig vaak. Ja, dat klopt. En ik denk dat het de herstart weer is van de kerstmarkt voor in het winkelcentrum. Dat we volgende jaren dit weer zullen doorzetten. Het is natuurlijk mooi, een winkelcentrum in een bepaalde wijk. Want het is toch een stukje afstand van het centrum. Hebben jullie daar last van? U bedoelt van de stad, bedoelt u? Nee, we hebben geen last van de stad. Nee hoor, nee. We hebben hier het geluk dat de parkeergelegenheid gewoon heel goed is. En dat, dat vinden klanten heel fijn. Dus ja, de stad, daar hebben wij zelf... Nee, denk het niet, hè? Nee, ik heb geen last van. Nee. Het kan dus een voordeel zijn dat je lekker je auto hier kan parkeren. Dat vinden wij zelfs. Dus, en wij komen uit Kampen, dus dat is altijd heel goed. Betekent wel dat je ook je klandizie moet houden natuurlijk. Want hoe loopt het normale winkelen in een normale week bijvoorbeeld? Ja, er zijn altijd mensen die hun dagelijkse boodschappen doen bij de supermarkten. En het is een compleet winkelcentrum. Je hoeft niet heel de stad door om bij bepaalde winkels te komen. Je hebt het in een U-vorm, het winkelt prettig en je hebt alles bij de hand. Zijn er nog wensen voor het nieuwe jaar? Oeh, wensen. Heb jij wensen? En dan praat ik natuurlijk over het zakelijke gedeelte. Ja. We hopen zo verder te gaan. Ja. Denk ik, toch? Ja. En alle panden zitten ook vol, hè? Dat verbaast me toch. Als je om je heen kijkt, zijn er vaak toch altijd leegstand. Maar dat is hier niet te merken. Eentje. We hebben één pand staat leeg. Maar goed, dat is een klein pand. En ja, we hopen dat daar nog iets in komt. Ja, wat? Dat wensen we dan voor het komende jaar in ieder geval. Ja. Dankjewel voor jullie toelichting. Hoi, ik wens je helder, wens je allemaal fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. Hey! Mannen, hey, hey. Terschool wenst u hele fijne feestdagen. We staan bijna klaar. Voor een optreden vanavond. Het is even de vraag, wat voor korps heb ik achter me staan? Nou, wij zijn een aantal leden van de christelijke muziekvereniging Excelsior uit Oostendorp. En ik zie veel dames. Ja, dat is wel eens anders geweest. In het verleden hadden we veel meer mannen op de fanfaren, maar de laatste jaren heeft zich toch een trend ingezet dat dames muziek ook heel leuk vinden en vandaar dat nu ook bij dit ensemble ook wat meer dames zijn dan heren. En hebben jullie het nou druk zo voor de kerstdagen? Met meerdere optredens? Nou, het is wel erg druk. Want dit is het derde optreden al van deze week. Afgelopen woensdag hadden wij een optreden voor de senioren. Ouderencontact in Oostendorp. Dat was dan met ons jeugdorkest. Gisteravond hebben wij bij de Prins Willem-Alexander School gespeeld in Oostendorp. Daar was ook een onderdeel van de vereniging aanwezig. Vanavond is het hier bij het winkelcentrum dan. Volgende week hebben we onze traditionele kerstrondgang op 24 december. Er zijn heel veel mensen die dan altijd even een telefoontje doen. Het is toch belangrijk dat voor ouderen en zieken toch wat muziek ten gehoor wordt gebracht. En lopen jullie aan de Oostendorp? Dan lopen wij door Oostendorp, dan gaan we in twee groepen. Eén gaat om Oostendorp heen, speelt hier ook wel in Elburg. En dan om 10:30 's avonds hebben we de afsluiting als één orkest.
bij het gemeentekantoor. En dan gaan we samen zingen en muziek maken. Dat is de afsluiting. Ik wil zeggen, een avond om naar uit te kijken, denk ik. Dat is een van de mooiste optredens van het hele jaar. Ook heel dankbaar om dat te doen. En dan eerste kerstdag, dan sluiten we af nog met een concert in de Ichterskerk hier in Elburg. Dat is ook al menig jaar dat we daar als gast aanwezig zijn. Nou, heel veel mensen weten inmiddels nu wat er allemaal te doen is. En willen ze jullie ergens tegenkomen, dan kan dat zeker. Nog één vraag, hebben jullie nog behoefte aan meer spelers? Nou, nieuwe leden zijn uiteraard altijd hartelijk welkom. Jong en oud, maakt niet uit, iedereen is welkom. En jullie repeteren? Op de maandagavond in het buurtgebouw in Oostendorp. Nou, laten we hopen dat er nog enthousiastelingen bij komen. Ik zou zeggen wij gaan luisteren naar een optreden. Dank u wel. Warme chocolademelk en kluwijn aangeboden door de middenstand. Wat een pil. Dank u wel. Alsjeblieft. Ik heb er geen verstand van. Lekker.